In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Alexa en Nick. Zij zijn swingers. Een relatievorm waarbij stellen, met elkaars toestemming, seks mogen hebben met andere stellen. Kwartet of trio? Trio. Ja. Ja. Thuis of in een club? Thuis. Club. Tijdens de seks met anderen elkaar wel of niet zien? Wel. Wel. Met anderen zoenen of slikken? Zoenen. Zoenen. Ja. Nooit meer met anderen of nooit meer met elkaar? Nooit meer met anderen. Nooit meer met anderen, ja. Waar swingen jullie nou het liefst? Ik hoor jullie over een club. Ja, als ik een beetje voor ons twee spreek, hebben we meer ervaring in een swingersclub. We hebben wel een paar keer bij iemand thuis geweest, bij een ander koppel. Maar het is eigenlijk vooral in de club. En wat maakt dan een swingersclub echt een swingersclub? Ik denk vooral de outfit die de mensen daar dragen en ja, de erotische... Dit, wat jij nu aan hebt, een colletje. Nee, mannen staan meestal in een ondergoed, vrouwen is dan in lingerie of ja, in een string, een topless. Dat hangt er een beetje van af. Je hebt meestal ja, een dansruimte of ja, die ene club waar ik ben geweest, ik ben maar in één club geweest. Hè. Een dansruimte en dan... Is er een gang of zo en dan zijn daar een paar ruimtes waar ja, matrassen liggen, zetels zijn of een seksschommel staat of dit of dat. Ja, dat is toch anders dan een gewone club. In mijn hoofd is dat een soort van hele donkere, spannende gure of is dat een soort van heel vooroordeel? Brandt er gewoon licht en... Nou, het is niet licht zoals je in een gewone kamer ligt. Het is wel een donkere sfeer zoals in een soort discotheek of op een feestje. Het is meer die sfeer. En dan in de erotische ruimtes is het nog, ja... Wat meer roder licht en iets donkerder, maar wel, ja, eigenlijk wel licht valt dat goed mee. Ja. Hoe kom je er eigenlijk binnen? Is er een soort van deurbeleid of asking for a friend? Ja. Nou, er is geen deurbeleid. Je moet altijd wel eerst de deur binnen om dan aan ja, de receptie binnen te komen, aan het onthaal. En dan is het afhankelijk of je single man bent, een koppel of single vrouw. Je hebt clubs waar single mannen op bijvoorbeeld vrijdag zijn toegelaten. En dan mag je dan wel binnen, maar als je dan op zaterdag aankomt als singleman, ja, dan word je vriendelijk verwezen om terug naar huis te gaan. Omdat het dan enkel voor koppels is. Ja, wat ik dacht inderdaad van swingen is dus een koppel met een koppel. Maar je kan dus ook swingen als koppel met een single iemand. Ja, dat kan ook perfect. Ja, zaterdag is het koppels en single vrouwen die zijn toegelaten. En vrijdag is het single mannen, koppels en ja, single dames zijn altijd toegelaten. Ja. Die zijn zelfs gratis op vrijdag. Kijk eens aan, dat is gewoon bonus. Ja, en mannen betalen dan €120 voor binnen te komen vrijdag. Oh, dat vind ik heel veel geld. Ja. Ja maar, en... Jeetje, wat een straf. Ja, toch? Ja, en vrouwen zijn gratis. Dat is niet eerlijk eigenlijk, hè. Maar even, dat is toch heel veel geld? €120 is inderdaad relatief veel geld. Maar je hebt er wel buffet. Dus de meeste mensen gaan daar s'avonds eten. Je hebt daar drank zit erbij inbegrepen. En word je dan tijdens het eten gepijpt? Dat lijkt misschien me zo lekker. Misschien als je geluk hebt. Nee. Dat heb ik nog niet zien gebeuren in elk geval. Ja. Maar dus er zit eten bij in, een heel buffet. Daar zit drank bij in, cocktails, alles. Oh, dus ja, oké. Ja. Valt best wel mee dan. En hoe zouden jullie een beetje de sfeer omschrijven op zo'n avond? Is iedereen constant aan het neuken of dat niet? Nee, ik denk dat dat een beetje een fabeltje is dat veel mensen verwachten hoe dat het zou zijn. Dat is ook meer het beeld dat ik ervan had toen ik de eerste keer meeging. De meeste mensen komen ook gewoon naar daar om te dansen en zich goed te amuseren in erotische sfeer. En die gaan dan ja, naar huis om samen met hun partner seks te hebben. Of die gaan dan verder naar een privéfeestje met een paar andere koppels naar hun thuis. Maar meestal is het gewoon dus dansen tot 12 uur. En de mensen die dan vanaf 12 uur, dan loopt de dansvloer zo'n beetje leeg. En dan gaan ze naar de erotische kamers. Maar ja, de meeste mensen doen daar zelfs niks. Die komen gewoon om te dansen en uit te gaan eigenlijk. Het is dus meer gewoon van, het is gewoon een leuk uitgaansding en er kan geneukt worden. Dat zou ik heel spannend vinden, dat er zo'n enorme geiligheid in de lucht hangt. Dat je het idee hebt dat er ieder moment iemand zo je kan bespringen. Dat is juist het leuke eraan. Ja, jij vindt dat leuk, maar ik zou dat een beetje spannend vinden ook. Ik vind het bijvoorbeeld juist geweldig om naar die club te gaan, want daar hangt die sfeer juist. Dat ik zoiets heb van, oh, ik kan niet iedere man verleiden, want dat is een beetje mijn kink meer. Van, ik kan iemand verleiden
En ja, de meeste mannen die daar zijn, ja, die zijn er ook van, oh ja, ik kreeg actie. Dus je krijgt altijd dat antwoord wel terug. Ja. Dat is juist het leuke eraan. Als je dat op een gewoon feestje doet, ja, dan heb je mensen die zeggen, maar wat kom jij hier doen? Ja. Ja. Ja, en daar kan je er echt wat mee. Ja, inderdaad. Precies. Hoe zijn jullie begonnen met swingen? Op onze eerste date. Ja, echt? Ja, echt. Oh, dat is een goed begin. Ja. Huh, op jullie eerste date? Ja. Jullie dachten, laten we niet met z'n tweeën daten, maar heel veel mensen bij. Ja, dat is eigenlijk mijn fout. Fout. Ik was als single eigenlijk met Tinder dates naar de parenclubs aan het gaan. En niet per se om met die Tinder date te swingen, maar gewoon om fun te hebben. En hij antwoordde toevallig op mijn berichtje van Tinder. En toen is het gesprek zo gelopen dat ik zei van ja, mijn date heeft afgezegd voor de paarclub. Als je geïnteresseerd bent, waarom niet? En wat dacht jij toen ze dat zei? Ik heb toen letterlijk gestuurd, geef me een uurtje en ik kom je ophalen. Oh, jij dacht bingo. Ik heb er altijd al wel interesse in gehad. Ik was altijd nieuwsgierig geweest. Maar ik was er nooit binnen geweest. En ja, ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. Nu kon ik meegaan met iemand die ik eigenlijk helemaal niet kende. Dus, en die daar wel ervaring mee had. Dus ik had niks te verliezen. Ik dacht, ja... Als het meevalt, des te beter. Als het tegenvalt, ik kan altijd vertrekken wanneer ik wil. En hoe ging dat toen? Ja, was heel apart. Dus zoals zij zegt, eerst wat, ja, voor mij was het de eerste keer dan. Er kwam direct al een ander koppel langs ons zitten. Die zijn direct beginnen meedoen. Dus ik eerst op onze eerste date... Eigenlijk eerst met iemand anders bezig geweest, voordat we met elkaar bezig waren. We hadden al geswingd voordat we zelf met elkaar iets hadden gedaan. Want hoe vaak swingen jullie dan nu? Swingen vind ik ook trouwens zo'n gezellig woord. Ja, toch? Het voelt zo wel lekker te swingen. Maar gebeuren ondertussen hele andere dingen. Eén keer per maand of zoiets zou ik zeggen, om de paar weken. Oh ja. Zoiets. Ja. Niet dat we elk weekend daar zitten. Met wie swingen jullie het liefst? Wat is de favoriete doelgroep? Heel oud. Nee, wel dan. Het liefst zo oud mogelijk. Nee, absoluut niet. Nee. Dat is vooral mensen van onze leeftijd ongeveer. Okay. Zo tussen de 20 en de 30. Het probleem alleen is, die vind je niet zo heel veel. Het zijn meestal... Nee. De jongere mensen zijn tussen de 30 en de 40, maar zijn heel vaak 40ers en 50ers. Maar dan zijn jullie toch echt gewoon piepjong, zeg maar, in zo'n club. Ja, klopt. We zijn altijd wel een van de jongste koppels daar binnen. Maar en hoe kan dat dan? Zeg maar, waarom zijn jullie jonge mensen met zo weinig in die scene? Ik denk dat heel veel mensen op mijn leeftijd nog hun seksualiteit aan het ontdekken zijn. Of misschien dat het gewoon inderdaad een taboe is dat er niet veel over gesproken wordt. Of toch ergens een drempel van... Ja, misschien interesseert het me wel, maar weet ik er zoveel niet over? Of durf ik het gewoon niet alleen? Ik denk als je 20 jaar samen bent met iemand en je relatie zit goed en je wilt eens iets anders proberen, ik denk dat dat dan heel vaak ter sprake komt. En dat ze daarmee pas op latere leeftijd daarmee beginnen. Je bedoelt van in plaats van je relatie kan gewoon goed zijn en je wil dit ook nog eens daarnaast doen? Ja, ik denk dat de meeste mensen... Dat juist doen als het goed gaat. Ik denk als het niet zo goed gaat tussen je en je partner, dat je er beter niet aan begint. Ja, ik denk dat er dan veel, veel sneller jaloezie komt opspelen. Dat merk je ook gewoon als ander koppel. Als je met een koppel gaat swingen bijvoorbeeld, dat ja, als je voelt dat hun relatie zit niet zo goed, dat voel je ook. En dan durf je ook minder, omdat ja, je voelt dat die band niet zo sterk is. Dus het vertrouwen is precies zo, die 100%. Dus dan ja, het schrikt eigenlijk dan ook wel een beetje af. Ja, dat kan ik me voorstellen. Misschien is dat een vooroordeel wat ik heb ook, hoor. Dus ik hoop dat het niet zo is. Maar ik heb ook altijd een beetje het idee gehad dat er gewoon heel veel hele lelijke mensen lopen. Ik vind van niet. Ik vind over het algemeen vind ik dat heel knappe, aantrekkelijke mensen die dat je daar tegenkomt. Want ik denk ook, als je je niet comfortabel voelt in je vel, hoe dat je eruit ziet, dan gaat je daar niet in je ondergoed of in lingerie staan dansen waar iedereen je kan zien en waar je mensen kunt tegenkomen die je kent. En misschien de sfeerverlichting, die helpt ook wel. Waarom wil je met een vreemd iemand seksen in plaats van met je partner? Het is niet in plaats van met je partner, het is ook met iemand vreemd. Ja. Het is allebei. Ah ja, waarom kiezen als je allebei kunt hebben? Want je kan dan natuurlijk dus ook denken van, heb je aan elkaar dan niet genoeg? Ja, die vraag krijgen we heel vaak, hè. Maar, ja, ik vooral. Ik kreeg die vraag, van mijn vorige vriend kreeg ik die vraag van ja, heb je dan niet genoeg aan elkaar? En dan zeg ik van ja, dat is het niet. Ik heb zeker genoeg aan mijn partners die ik nu heb.
Maar het is gewoon voor mij het spel van verleiden. En dat ik iemand kan verleiden en er dan seks mee kan hebben, is voor mij eigenlijk gewoon een beetje de kick die ik daarvan krijg. Ja. En ook gewoon omdat soms het verlangen is van gewoon is iemand anders. Of gewoon is iemand die anders gebouwd is. Of de diversiteit in de wereld is zo groot. En gewoon daar een stukjes van willen proeven. Hoe is het om de ander seks te zien hebben met iemand anders? Interessant. Ja, ik ben gewoon blij dat zij zich ook aan het amuseren is. Terwijl dat ik ook mezelf aan het amuseren ben. Dat is, ik vind dat fijn dat je elkaar dat kunt gunnen. Dat is gewoon alleen maar geil, zeg maar, voor jullie. En ook gewoon eens van een andere invalshoek zien. Want als ik dan bijvoorbeeld met mijn partner aan het, op die moment geswingd heb. En we hebben eventjes een rustpauze of zo. En dan, als ik dan eens naar hem kan kijken, dan denk ik, oh, zo ziet het er van die kant uit of zo. Lekker. lekker. Ga ervoor. Het is dus niet dat je ook denkt van, dat is gewoon mijn meisje die daar ligt. Of dat is mijn vent. Ik sta daar juist van, dat is mijn ventje. Oké, dat is mijn Nick. En ook niet als hij dan bijvoorbeeld als jij heel lekker wordt gepijpt, dat je dan denkt van, weg. Nu ben ik even aan de beurt. Ik heb soms wel dat gevoel van jaloezie een beetje. Maar dan is dat gewoon, dan praten we daarna gewoon over. En dan kan ik dat wel ergens plaatsen. Waardoor dat het voor mij ook in de toekomst gemakkelijker wordt om in mijn hoofd mezelf een beetje te kalmeren. En te zeggen van, oké, heeft het gewoon aan zijn zin. Maar we hebben er vorige keer ook over gehad. En dan stelt me dan wel gerust als ze zegt van, oké, dit was wel fijn. Maar het was bijvoorbeeld niet zo fijn als ik het met jou doe. En dan krijg je toch weer ergens een gevoel van, oké, het is bevestiging. Ja, maar toch is wel natuurlijk je liefde wordt heel blij van iemand anders. Ja, maar ik ben blij dat zij er zo blij van wordt. Dat zij zich zo aan het amuseren is. Dat is ook blij op een andere manier. Je wordt wel blij omdat je die dingen mag doen. Of dat hij die dingen mag doen. Maar je ziet en je merkt ook wel de passie die je hebt met je twee en thuis. Dat is gewoon anders. Dat is anders sowieso. Die zie je soms bijvoorbeeld niet in situaties als hij met iemand bezig is. Dan, dat zie je soms wel. Van hij geniet ervan. Hij vindt het fijn om eens iemand anders te hebben. Maar die passie die ik zie als wij thuis bijvoorbeeld seks hebben. Die is er dan bijvoorbeeld op dat moment niet aanwezig. Maar zijn er wel eens dingen die je niet graag ziet van elkaar op zo'n moment? Ja, bijvoorbeeld het voorbeeldje van pijpen. Ik ben iemand die bijvoorbeeld graag pijpt. Als ik dan merk van, die doet het precies beter als ik, dan komt dat zo wel naar boven. Ja, dat snap ik wel. Dan dat is gewoon iets omdat ik dat zelf heel graag doe. En omdat ik er zelf al veel complimentjes of zo over gekregen heb. Dat ik denk van, ik kan het goed. En dan brengt het zo je ergens in onzekerheid. Dus dan is dat ergens gewoon mijn punt van onzekerheid dat gewoon naar boven komt. Wat zijn een beetje de regels die jullie hebben afgesproken? Of zijn die er überhaupt? Er zijn wel regels. Een van de regels is dat ik niets met vrienden van hem mag doen. En in het begin was ook nog een regel enkel met koppels, omdat hij graag zelf ook iemand had. Stel, er komt een stel en jij vindt die man aantrekkelijk en daar ga je dus mee aan de gang. Maar er zit een vrouw bij waarvan jij denkt, dit vind ik niet zo appetijtelijk. Hebben we al gehad. Lijkt mij ook dat dat heel vaak is, toch? Ja, dat komt wel vaker voor, Dat de een de ander leuker vindt dan de ander de ander, ja. Ja, dan gebeurt daar niks meer. Nee? Nee, dan kijken we ze soms wel eens naar elkaar van alles oké. En dan, we hebben het bijvoorbeeld voor gehad dat ik de man wel aantrekkelijk vond, maar hij de vrouw totaal niet. En zo keek ik van, nee, alsjeblieft niet. En dan is dat oké, dan dans ik wel met die man. Maar dan proberen we zo een beetje wat afstand te houden van toch niet verder gaan. Eventueel naar de erotische ruimtes of zo, dat we het gewoon op de dansvloer houden. Hebben jullie eigenlijk ooit wel eens iets vervelends meegemaakt in een club? Ja, we waren doggy style rechtstaand bezig. En dan stond er iemand links van mij. En die was dan zo de hele tijd zo wat dichter aan het komen. En ik had al zo een paar keer nee geknikt. En er niet op ingegaan of gewoon de andere kant kijken. En die snapte dat ook niet. En dan toen dat de andere man aan zijn arm trok en we stopten dan. Dan wou die met mij precies weer beginnen. En dan toen heb jij wel moeten ingrijpen en zeggen van één keer nee is toch genoeg. Maar ik denk ook wel dat daar moet je wel comfortabel mee zijn. Om toch wel zo een beetje sterk in je schoenen te moeten staan. Om dat aan te geven. Ja, maar anders gebeuren er ook dingen die je zelf niet wil. En dan, dan moet je inderdaad ook wel sterk genoeg in je schoenen voor staan. Voor te zeggen, dit is mijn grens, dit wil ik niet. Ja. Maar het is ook gemakkelijker als je je partner hebt. Als je partner zo wat inziet van, ze vindt het niet fijn. Of hij vindt het niet fijn. Dat je voor de ander soms die stap kan zetten.
En moest het gebeuren dat ze het daarna nog niet snappen of niet respecteren van nee is nee, ja, dan ga je gewoon naar iemand van personeel en dan... Personeel is daar ook strikt in van ja, nee is nee en respecteer je dat niet, dan worden ze er ook uitgezet. Wat was jullie allerbeste swingavond? Oh, er komt er een heel bijzonder verhaal, denk precies. Ik. Precies. Nou ja, dus ik was met die man bezig. En dat was eigenlijk een koppel, was al een iets ouder koppel. En die vrouw was zo verwonderd dat, dat Nick wat groter geschapen was dan zijn man. Dan haar man. Ja. Dan haar man. Dus ja, vroeg ze van ja, vind je het oké en dit dat? Dus ja, oké. Zij was al ondertussen met Nick ergens anders bezig. Ja. Ja, ik met die man. En dan waren we ongeveer alle twee klaar. En dan komt hij ineens terug. Die vrouw heeft hier over mijn hele been gesquirt. En dan was we van, wat? Ja, dat was allemaal heel nieuw voor mij. Dat was heel apart. Dat was onze eerste date dus. Ja. Wat is nou het verschil dan tussen swingen en een open relatie hebben eigenlijk? Ik denk dat je de grens een beetje kan trekken met... we gaan niet echt op date met andere mensen om daar bijvoorbeeld een extra vriendinnetje aan te hebben. Oh ja. Dat we het eigenlijk echt eerder op seksueel gebied onze fun daarop hebben. En als we thuiskomen of gewoon dat we eigenlijk gewoon met elkaar een relatie hebben. En niet dat er bijvoorbeeld iemand extra bij komt waarmee hij of ik regelmatig op date ga. En is er iets van een tip die jullie hebben voor mensen die dit ook eens zouden willen proberen? Wat is een goede eerste stap? Gewoon er eens naartoe gaan, want het motto van zo'n clubs is altijd alles kan en mag, maar niks moet. Ja. Dus blijf die zin ook gewoon onthouden en ga gewoon eens kijken, eens proeven van de sfeer of van de dansvloer. Je hoeft niet in de roodste ruimtes aanwezig te zijn. Je kan wel eens gaan kijken, maar je hoeft niets te doen. Maar je kan het gewoon wel prima ontdekken. Je hoeft niet zelf mee te... eraan deel te nemen. Hebben jullie iemand nou die hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Abonneer op het kanaal en vergeet de video niet te liken. Dat was hem. Oké. Drinken jullie wel eens cappuccino? Nooit. Hou je dan van melk of met havermelk?